Ja, dit is de beloofde cliffhanger. Want in dit fantastische huis hebben wij vandaag geslapen. In die kamer. We dachten, we gaan de eerste 20 kilometer naar Confolens. Gaan we even knallen. In de vroege ochtend, dan zijn we daar vast. Dan hoeven we daarna nog maar ruim 50. Maar Google Maps heeft deze weg aangewezen. Snelste, beste weg. 43 minuten, maar je kunt niet zo hard fietsen. We zijn in Confolens. Kant vallend. Er wonen veel Engelse mensen in dit deel van Frankrijk. En de meneer van het château waar we overnachten zei dat we bij de Old Bridge, was hier, lekker een kopje koffie konden gaan drinken. Nou, we zijn maar snel op zoek. Ja, of dat is de Old Bridge. Dit is de Old Bridge die die meneer bedoelde. Niet de bridge waar we net waren. Dus waar zitten we dan? Bij die Old Bridge. Ja, leuk. Lekker aan de kop. We gaan nu Confolens uit. Of misschien moeten we eens even zeggen Confolens, omdat hier zoveel Engelse mensen wonen in deze streek. En dat hebben we gisteren aan de hoteleigenaren gevraagd. Dat komt omdat de huizen hier erg goedkoop zijn. Zeker veel goedkoper dan in Engeland. En het is een aantrekkelijke plek om hier te vestigen. Confolens. Confolens. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur le chemin, ma bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était so, so. Modèles, on se sentait poussé. Ongemerkt zit ik een heel eind voor Alice, zelfs die berg op. Ah, daar komt ze aan. Daar komt ze aan. Ja, ja. Depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Kijk hier dan zitten. Ik dacht eerst dat is een sculptuur, een houten sculptuur, maar het is een echte.
Ik ga me niet aaien, denk ik. Wat een groot beest. Geweldig hier. Hè? Mooi toch? Ze zijn er aan het bungee jumpen. Die gozer klettert bijna tegen de pilaar aan. Even een short break, hè? Ja. Want? Ik moet uitkijken dat ik niet van alles verlies hier. Ja. Maar ja, dat is as usual, toch? Ja, maar dan valt het wel meteen in de rivier. Ja. In de rivier ga ik er niet achteraan. Nee? Nee. Die lord, die heeft hier een kasteel gebouwd. En die staat er op dit moment zo bij. Het kasteel waaraan de stad zijn naam te danken heeft. En dan staat het er zo bij. Het lijkt wel vervallen. Zonde. Laatste etappe. We mogen een stukje dalen. Wij mogen een stukje dalen. Mark is blij. Als die zon erbij komt, ja, dan is het zo behagelijk warm. Hij ligt continu voor mij. En ik train het hele jaar, hè. Elke dag. Nou ja, zie hier het resultaat. Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est... Het is niet te geloven, maar zodra wij dit filmden, kwam de eigenaar aangereden. En we mogen kijken. Ja. Wat zijn ook weer Château de Mot. M-O-T-H. De eigenaar vertelde aan Mark dat een eindje verderop nog een kasteel staat. Beide kastelen zijn met elkaar verbonden met een onderaardse gang. Hoe leuk! Dat is toch een te overzien kasteeltje als je dat zelf hebt. Ja, nou. Kunnen het kopen. Ja, toch geld zat? Ik weet niet, misschien is het... Nou, ik denk niet dat het zo duur is hier. Nee. Maar dat is nog overzichtelijk. Ja. Nou... Dat zijn onze fietsen. Gaan we naar de laatste 8 kilometer. Zo. Nog een paar kilometer, dan zijn we op de eindbestemming. Het was best een zware dag. Warm. Heel veel klimmen. We hebben gekozen voor een iets grotere weg, de D-weg. Want dat gaat wel iets sneller. Zeker als je om en bij de 70 kilometer doet. Door bosrijke omgeving. Kleine weggetjes, ja, dat houdt enorm op. Dan zouden we daar misschien vanavond om 8 uur aankomen. Dat is wel wat laat. In de verte zien we Alice. Ze hoort er niks van. Maar we gaan het zo weer terugzien. Nog even volhouden. Kilometer of 5, 6. Ik zeg net, een kilometer of 5, 6 met de 500 meter. Lussac Le Château. Kijk, ze zwoegen. Je hebt de finish gehaald. We zijn er. Ik kom alleen maar vooruit als ik daal. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Goed, hè? Je hebt het goed gedaan vandaag. Ik heb toch goed gedaald vandaag. Ja. Man. Hoe was de dag? Heerlijk. Ja, leuk, hè? Een dag om nooit te vergeten. Dat gaan we nog zeker een paar keer doen. Ja, met Chemin de Saint-Jacques.
Tot morgen! Tot morgen! Nou, ik zakte maar 70, 72 kilometer verder. Zijn we in Lussac des Châteaux. Het is vandaag zondag. Dat betekent dat hier in dit dorp niets open is. Er zijn ook trouwens geen restaurants. Supermarkten zijn dicht. Er is één bar, de theetuin. Die sluit om 6. Maar de meneer van de theetuin, weer een Engelsman, heeft ons naar een pizzabox verwezen. Kijk! Oh, super! De allereerste hap uit een automatenpizza, maar hij is goed. We zijn vandaag zeer vriendelijk ontvangen door de eigenaar van Salon de Thé. Er is namelijk helemaal niets open hier in het dorp. Hij heeft ons geattendeerd op de pizzamachine. En wij mochten hier onze pizza opeten. Die was super overig, super lekker. En we hebben wijn en bier gekregen. Deze meneer heeft zijn zaak pas geopend op 1 mei 2024. En het is al inmiddels een heel groot succes. Het hele dorp loopt elke dag uit om hier te gaan drinken en lekkere hapjes te gaan nemen. Zijn vrouw heeft deze zaak. Photographs, just general, you know, photographs. And she skipped through the pictures of her aunties and her grandfather and her grandmother and stuff, and she came across one photo. There's my grandmother there, and the next photograph, there's my grandfather. And then she carried on. I'm like, whoa, go back. His grandfather, that's your grandfather? Yeah, he's in his house. I said, who's the guy next to him? She said, oh, some musician or something. No idea. I went, that's James Brown. James Brown next to your grandfather. And she's like, who's James Brown? James Brown. What are you talking about? He's a legend. Yeah, and they'd met in the south of France somewhere, and they just invited him back to the house. That picture, just showing a picture to somebody. Oh, there's my grandfather. He's not interesting. That other guy is. Yeah, with James Brown. Madness.